daarmee heeft de kredietcrisis de ingang in mijn huis gevonden, ja. Het is zonde. Het is echt zonde. De economische crisis krijgt steeds meer concrete gevolgen. Netwerk doet de komende tijd vanuit Amersfoort verslag van die concrete gevolgen van de crisis. Vandaag aandacht voor het Amersfoortse bouwbedrijf Van Hogevest Groep, dat in ernstige financiële problemen verkeert. De bouw van een groot aantal huizen in Amersfoort is inmiddels stilgelegd. En dat leidt tot grote onrust onder de kopers van die huizen. Want hoe moet het nu verder? Sybe Sietsma en Hans van der Steeg over crisis in de Keistad. Moet er een hoop gebeuren. Ja. Ja. En dat ligt nu stil. Helemaal. Eerste gedachte? Ja, schrikken. Ik ben vooral in het begin heel erg geschrokken. En nu heb ik zoiets van, ja, dit kun je niet stoppen. Dit is, er is al zoveel gedaan, dat moet afgemaakt worden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een gedoe, hè, die hek op de stoep. Ja, Smink heeft dat gedaan. Smink, dus een onderaannemer. Onderaannemer van Hogevest. Ja. En waarom hebben ze het afgezet? Ja, waarschijnlijk heeft Van Hogevest het toch niet betaald. Nee, maar waarschijnlijk geen geld. Maar wat heeft het dan voor zin om een speeltuin af te zetten? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat vraag ik me ook af. Dat is geld waard. Ja. Ze confisceren de speeltuin. Ja. Crisis in de Keistad. Op een enkele vierkante kilometer langs de Amersfoortse stadsring liggen maar liefst 3 bouwprojecten stil. Bijvoorbeeld het plan voor dit chique kantorencomplex met 2 dure penthouses. Even verderop heeft een aannemer een gloednieuwe speeltuin afgezet, omdat hij nog geld krijgt van de ontwikkelaar. En ook vlakbij ligt de bouw van woningproject Central Living, zo goed als stil. Allemaal projecten van de Amersfoortse bouwonderneming Van Hogevest. Wat is uw huis? Het tweede hier links. Even kijken of die open is. Ja. We kunnen naar binnen. Kom binnen. Nou, dit is de woonkamer. Althans, dat moet het worden. Het klinkt ook heel hol nog. Dolblij was consultant Jan Boon toen hij werd ingelood voor een van de 126 woningen in project Central Living in het centrum van Amersfoort. Samen met zijn dochter zou hij hier binnen enkele maanden intrekken. Maar dat is nu onzeker geworden. Want er wordt nog amper gebouwd aan zijn huis. Had u zien aankomen? Want er was al wat gerommel rond Van Hogevest. Ja, er was op 20 januari kreeg ik factuur nummer 4. En op 22 januari factuur nummer 6 en factuur nummer 5 heb ik nooit ontvangen. Toen dacht ik, hier is iets niet in orde. En inderdaad, Van Hogevest verkeert sinds begin dit jaar in grote financiële nood. Afgelopen vrijdag vraagt de bouwer surseance van betaling aan. Ze kan de schuldeisers niet meer betalen omdat de huisbank de tegoeden heeft bevroren. Nu dreigt faillissement. Het bedrijf wil niet reageren op de noodsituatie, maar heeft in een verklaring wel gemeld dat de kredietcrisis een belangrijke oorzaak is voor de financiële problemen. Ik vind het verschrikkelijk voor Van Hogevest, moet ik echt zeggen. Het is een echt, het was een prachtig Amersfoorts bedrijf. Het is zonde, het is echt zonde. Ja. Ja, het is wel een schok, hè, voor de stad. Ja, het is een hele schok voor de stad. Er zijn ontzettend veel ontslagen, denk ik, nu. Ja, precies. U komt uit collegeoverleg vandaag. Is er nog gesproken over Van Hogevest? Ja, uiteraard. In een stad als Amersfoort wordt gesproken over dit soort situaties. Dus ook in het college. Ja. En wat is er over gezegd? Nou ja, het is natuurlijk een bedrijf wat 110 jaar oud is en wat al heel lang hier actief is. Dus nou goed, dan leef je mee met zo'n bedrijf enerzijds. Anderzijds, natuurlijk horen wij ook bij van mensen die bezorgd zijn over de voortgang van de bouw van hun huis. Nou ja, dat zijn dingen die je dan even uitwisselt met elkaar. Daarmee heeft de kredietcrisis de ingang in mijn huis gevonden, ja. Ik had het een beetje van me afgehouden, de kredietcrisis, maar nu komt die keihard binnen, ja. Alle onderaannemers van Van Hogevest zijn van de bouwprojecten vertrokken, bang om niet uitbetaald te krijgen. Een handjevol bouwvakkers van het bedrijf zelf werkt wel door. Samen met de 400 andere medewerkers van het bedrijf
moeten ze vrezen voor hun baan. Heeft dit nog zin om door te bouwen? Ik weet net zoveel als u, denk ik. Dus ik kan er verder geen zin in voor het over zeggen. Dus wij horen het ook plotseling. Dus hoe het verder gaat, niemand kan het vertellen. Het ziet er een beetje eenzaam uit. Bijna, kun je wel zeggen, ja. Stilletjes. Dus. Hoe ervaart u het allemaal? Want uw baan staat op de tocht. Ja, het is... niemand ervaart het als prettig. Het is gewoon een slecht gevoel. Van Hogevest heeft zo'n 500 woningen in aanbouw, vooral in het midden van Nederland. Niemand weet wanneer die huizen kunnen worden afgebouwd. Als geluk bij een ongeluk hebben de kopers van de woningen van Hogevest wel de garantie dat hun woningen afkomt. De stichting Waarborgfonds Koopwoningen zorgt ervoor dat desnoods een andere bouwer het werk overneemt. Ja, er is een garantiefonds die dit de afbouw garanderen. Dat zou mooi zijn, toch, als het afkomt? Ja, ja dat is, daar gaat het om. Want niemand heeft wat aan zo'n half afgebouwd huis. Dat is niks. Nee. Dus de grootste onzekerheid is vooral de termijn. Vat ik het zo samen? Voor mij wel, maar er zijn mensen... Ik heb een huis wat al heel ver is afgebouwd. Maar er zijn mensen waarbij nog niks is gedaan. Van het penthouse bijvoorbeeld is nog helemaal niets gedaan. Het lijkt me dat die onzekerheid nog veel groter is. Is het pand al opgeleverd bij u? Ja. Wanneer is dat gebeurd? Vandaag. Net. Ja. Geschrokken van de situatie? Een beetje, ja. Een beetje. Waar maakt u zich zorgen om? Die cv-ketel. Die is weg. Die was wel geïnstalleerd. Maar omdat het niet uitbetaald is door Hogevest, hebben ze hem weggehaald. Dus u heeft een woning zonder verwarming? Nu wel, ja. Koud? Een beetje. Komt het nog goed? Ja, wij hopen dat het goed komt. Ondertussen reizen in Amersfoort vraagtekens over het handelen van de huisbankier van Hogevest. Heeft die bank, waarvan de naam tot nu toe niet bekend is, de situatie van de bouwer verergerd door overhaaste kredieten te bevriezen? Een verklaring op de website van Hogevest suggereert dat dat inderdaad het geval is. De gemeente Amersfoort roept de banken op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Het bedrijf van Hogevest zelf heeft de mededeling gedaan dat ze last hebben van de kredietcrisis. Andere collega's in het land maken dezelfde soorten van opmerkingen. Je hoort dat in het bedrijfsleven. Ik vind dan, als ik wethouder van Economische Zaken van Amersfoort ben, waarbij zoiets op dit moment speelt, dat ik ook de mededeling moet doen. Laat het geld nu vloeien, want dat heeft het bedrijfsleven nu nodig. U bedoelt, banken moeten bedrijven meer krediet verlenen, toch? Precies, nou, dat is de oproep van minister Bos aan zich. Maar ik roep hem vanuit Amersfoort ook nog een keer toe. Bos, zorg dat bedrijven geld krijgen. Nou, ik heb ook het gevoel dat we als samenleving nu dubbel gepakt worden. Hè? Eerst betalen wij via de overheid voor de overname van de bank en voor het in leven houden van die bank. En nu leent die bank ons niet meer uit omdat ze te bang zijn om negatieve kritiek te krijgen. Maar het is toch gewoon een nutsbedrijf? Ze moeten ons helpen. Het zou een schande zijn als het Van Hogevest, wat een goed bedrijf is, als dat zou omvallen alleen doordat een bank de kraan dichtdraait. Slaapt u nog 's nachts? Oh, ik slaap? Nou, redelijk. Gewoon redelijk. Yes. Sterkte. Dank u wel. Het Amersfoortse bouwbedrijf Van Hogevest Groep zegt er alles aan te doen om een doorstart te maken. Binnenkort meer over de crisis in de Keistad.